De afgelopen dagen gebeurde het al regelmatig. Vanuit het noorden trok poollucht richting West-Europa. En ook de komende dagen gebeurt dat met enige regelmaat. Maar de Noordzee die zorgt ervoor dat juist in onze omgeving. Die, lucht, die koude lucht toch nog wel behoorlijk wordt opgewarmd. En dat heeft alles te maken met de temperatuur van het water van de Noordzee. Op dit moment bedraagt dat nog een graad of tien. En ook al is de lucht op grote hoogte behoorlijk koud. direct aan het aardoppervlak zorgt die warme zeewater ervoor dat de luchtmassa toch behoorlijk wordt opgewarmd. Het zorgt er overigens ook voor dat er gemakkelijk wolken en buien ontstaan. Maar ja, met temperaturen ruim boven nul gaat het in ons land vaak gewoon om regenbuien. Pas dieper landinwaarts en vaak pas over de grens krijgen de buien weer een wat meer winterskarakter. En vooral ook als je bijvoorbeeld richting de Ardennen of het Sauerland gaat... ...ja, dan zit je hoger en dieper landinwaarts. Dan worden het echt wel gewoon weer sneeuwbuien. En zo lag er vanmorgen bijvoorbeeld ook weer wat sneeuw in. De grensgebieden. Net over de grens overigens in Duitsland en België. Hier zien we ook weer zo'n uitbraak de komende dagen van koude lucht uit de Poolstreken. Maar wat heel duidelijk opvalt, juist in onze omgeving zien we de meest koude lucht. Boven de Britse eilanden is het goed koud. Boven Scandinavië en ook boven Midden-Europa begint die luchtmassa weer zijn koude eigenschappen terug te krijgen. Maar vlak aan zee, bij het warme water, zijn de temperaturen gewoon wat hoger. En dat betekent dat in de uh, ja, de Ardennen, de hoofdstoppen van de Ardennen, vanmorgen wat sneeuw viel. Het Sauerland is bedekt met een laagje sneeuw en de komende dagen gaat daar ook weer wat sneeuw bij vallen. We zien het op de computeranimaties dat er in Centraal Europa met die afstroom van koude lucht toch op veel plaatsen sneeuw gaat vallen. Ook op veel plekken in Frankrijk gaat het gebeuren, maar niet in Nederland of nauwelijks, want het warme water zorgt ervoor dat in Nederland de neerslag vooral als regen, hagel en misschien wat natte sneeuw gaat vallen. Maar dieper Europa in gaat er dus de komende dagen toch flink wat sneeuw vallen. Het warme water van de Noordzee zorgt er dus over het algemeen voor dat de koude lucht behoorlijk opgewarmd wordt. Maar er zijn uitzonderingen. In 2010 bijvoorbeeld hadden we ook een stevige noordwestelijke stroming. waarmee koude lucht werd aangevoerd in de decembermaand. En dat leverde op 17 december uiteindelijk een dik pak sneeuw op in het westen van het land. Op sommige plaatsen meer dan 20 centimeter. Zelfs direct aan de kust werd het wit bijvoorbeeld in Den Haag, waar het er natuurlijk prachtig uitzag. De weerkaart die erbij hoort: een koud laagdrukgebied boven de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Koude lucht op hoogte, maar omdat er in onze omgeving niet zo heel veel wind stond, wist de kou zich ook helemaal boven zee te handhaven. En dat leverde dus tot op de kust flinke sneeuwbuien op. Geholpen door het warme zeewater kwamen flinke buien tot ontwikkeling. En dit keer was het allemaal sneeuw en het leverde uiteindelijk flink wat sneeuw op die lang bleef liggen. Uiteindelijk hadden we in 2010 zelfs een witte kerst daardoor.